Joke en Bernard, jullie zijn vandaag 60 jaar getrouwd. En zijn we hier op het erf van uw oudershuis? Ja, mijn ouders die zijn hier geboren. Ik ben hier geboren. Ik ben altijd geweest, behalve 2 jaar in militaire dienst. In die tijd van de Watersnood. Toen kwam nog iemand van de gemeente boren. Per fiets zeggen dat ik per eerste gelegenheid weer naar het onderdeel moest. Dus hier was geen telefoon, geen communicatie, van alles niks. Dus die kwam met de fiets hier zeggen dat ik op die zondagmorgens weg moest weer. Ik was 53. Ik ben van 31. Dus 22. Hier bij de buurman. Die is getrouwd. En het was een beetje familie. Die vrouw was familie van ons. En hij was buurman. En moesten wij s'avonds nog naartoe. En zodoende zijn we bij elkaar gekomen. Heb ik haar s'avonds gevraagd, maar het was heel slecht weer. En zei ik, bij Bentelo, dat is 4 kilometer verder daar. Ik zeg, je kunt hier wel blijven, het regent en dit, maar daar was hij die tijd niet bij. Ik moest langs huis naar Bentelo en weg. 26 augustus zijn we eigenlijk voor de kerk getrouwd. Ja, en dat was dan elf van vroeger, dat is elke te trouw daar. Ja. Voor de gemeente, dat was dan tenminste vroeger in de vorm van... Ja, ja. Net zoiets als bij de ondertrouw, ja. dat vergeet je wanneer dat was. Ja, 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 ja. Ja, we wisten dat er zoiets aan zat te komen, maar toen heb ik eerst even in het trouwboekje gekeerd welke datum of was. Of ik het maar goed uit. Ja. Dus toen ben jij bij je schoonouders ingetrouwd? Ja. Mijn vader had hier een boerenbedrijf en mijn grootvader had dus, die is... verschillende generaties, die zit hier op. Ja. Ja. Mijn vader, dit huis wat er staat, dat is daarvoor dat is afgebrand. In 1925, eerst was het een open los huis, noemen ze dat hier. Ja. Net als de kinderbrommelhuis en een open huis. Nou, dat is toen een beetje verbouwd, slaapkamers zich gemaakt. Toen dat was in 1922, denk ik zoiets. En toen is het in 1925 met de cycloon van Borkloo, is dit huis er helemaal afgegaan. Met nog meer huis in de buurt, is zo'n sleuven met een cycloon ging er zo door. En de helemaal af, opgebouwd in 1925. En in 1927 is er nog weer zo'n staat van de cycloon geweest. Toen is de kap eraf gegaan. Het weer opgebouwd en in 1931 afgebrand. Ja. En dit staat er dan nu sinds 1932. Ja, steeds maar iets hoes, staat nog wel eens. Zijn daar nog foto's van dat oude huis? Nee, omdat het afgebrand is. Ja, dat vind ik zo jammer. Niks, geen documenten, van alles. Nee, nee, dat is allemaal oude kabinetten en alles afgebrand. En dan ben je negen alles kwijt, maar heel jammer. Je had 400 mensen uitgenodigd, die waren er s'avonds. Dat was hier nog vroeger, die boerenbruiloften. Ja, maar het was wel in een café. Ja, ja. S'morgens bij Platen Zoon zijn ze vroeger. De Rustende Jager. Rustende Jager. Maar ze zijn ook meer aan de buurt aangewezen. Dat een koe moest kalven en zoiets. Daar had je de buurman erbij nodig. Maar nou, het is allemaal machines. Je hebt de buurman eigenlijk niet meer nodig. Nee. Maar die tendens is er toch. Vroeger ging je veel meer met de buurt, op de boeren en ook in de plaatsen wel, dan tegenwoordig. Waar kan iedereen meer als toen zo'n beetje. Je kunt iets meer naar voren doen. Maar ondanks dat het toen minder was, ik heb nooit gedacht, waar hadden we het vroeger slecht? Helemaal niet. Maar dan kwam, niemand. Niemand kon dat. Je was allemaal gelijk. En hoe ging dat met jouw schoonouders? Klikte het een beetje? Nee, dat klikte helemaal niet. Nee, echt niet. En toen zijn we toch wel apart gaan wonen. Daar was toch gewoon bij in, niet apart. Nee. Maar dan woonde je zat met elkaar aan tafel. Ja, juist. Daar was ik helemaal geen type voor. Ja, er waren twee heel verschillende types, dat liep niet zo hard. Nou woont zij hier, woont de schoondochter hier denk ik 38 jaar. Maar nee, zelfs het eerste zuur gezicht moet nog komen. Dus nog niet, dus onvoorstelbaar. Zeg maar, wij drinken s'morgens altijd samen koffie, of aan die kant of aan die kant. Maar altijd samen. De veearts, als hij komt, dan weet hij aan wat voor kant we zitten. Maar hij weet het wel, want aan die kant waar de overals liggen. En ik klomp. Daar zijn er meer. En hebben jullie ook kinderen gekregen? Want je hebt het over een schoondochter. Drie. Drie kinderen. Ja. René, die is hier op de boerderij.
Erik die woont hier dichtbij met daar op het boerderijtje van de Spanje vroeger. En Doreen woont in Haasbergen aan Hengelse straat. En hoeveel kleinkinderen zijn er? Zeven zijn er. Ja, hier op de boerderij hebben ze er drie. En dan twee meisjes in Haaksberg en twee meisjes hier vlakbij bij Erik. Allemaal mooi in de buurt. De burgervaren. Ja. Steed erop. Steed erop.